Daar zitten we dan. Ja. Hoe vond je het, Dennis? Wat een ervaring. Ja? Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk om het van de andere kant te bekijken. Ik bedoel, ik zit vaak thuis en dan zie je heel veel programma's voorbij komen. En ja, dan wordt het allemaal zo beschreven, weet je wel. Ja. Maar dan proef je het toch echt zelf en dan merk je wel dat het, ja. Je stond er met je neus bovenop. Ja, ja, vaak zit ik gewoon in een restaurant en dan zie ik het zo de deur uit de keuken vliegen en dan eet je het, ja. Ja. Nu is de chef, zeker weten, want dit is de chef zelf. En François heeft op zitten scheppen, niet ten onrechte. François, hoeveel champagnes heb jij op de kaart staan? Minimaal 140 soorten. Minimaal 140, dan komt nu de 141ste bij. Mits het goedgekeurd wordt. Dus, ja, dan ben ik, de Carbon Rosé, ja. We gaan het proberen. Yes. Dan ben ik zo benieuwd wat jij ervan vindt. Het ziet er in ieder geval wel al very nice uit, hè? Bij de Formule 1 zie je dus die hele grote, ja. 3000 euro kosten ze, geloof ik. Ja. Dan spuiten ze de Formule 1-coureurs bij de prijsuitreiking. Ja, ja, dan spuiten ze elkaar helemaal vol. Klopt. Maar jij doet het op de manier zoals het hoort. Want er hoort niet te knallen, hè? Dat is de kunst, hè? Gewoon... Ja, kurk. En deze heb jij nog nooit geproefd. Décongement. Ik ben wel benieuwd. Nou, je laat ons wel lang in spanning. Ja, die fles hier is wel heftig. Ja. Fitnessfles. Ja, het heeft twee kanten. Dankjewel. Je ruikt ook even aan het glas om nog... Ja, stel dat het glas nou muf zou zijn of niet goed schoon. Ja. Dan heb je vaak de mensen zeggen, oh, de champagne is niet goed. Juist. En dan kan je beter even een nieuw glas pakken dan dat die champagne weg. Absoluut. Dat is anders heel erg zonde. Heftig fles. Ja. Nou ja, het is echt een flinke. En nu de taste of the master. Huh? Gezondheid. Ta-da-da-da. Lekker rosé, hè? Proost. Cheers. Cooking with the stars.